Argentijnse winkels met een heel divers aanbod. Soms eigenzinnige collecties, soms met een vleugje retro. Voor wie het nog niet weet, we zijn in Sint-Idesbald, Oostduinkerke en Kokzijde. Plaatsen om zeker eens te gaan winkelen en waar trouwens heel wat winkels ook op zondag open zijn. In een van die grote winkelstraten in Kokzijde in de Zeelaan, maar ook in enkele zijstraten ervan, worden werken uitgevoerd om dat deel van het winkelcentrum verder te verbeteren. De Zeelaan werd heraangelegd op behoefte van de handelaars, waarbij er gekozen werd voor brede voetpaden in eenrichtingsverkeer op de weg, met aan één zijde parkeerplaatsen, waarbij er evenveel parkeerplaatsen overgehouden zijn als voordien. Ook op die parkeerplaatsen zullen voorzien worden met kort parkeren, zowel in de Zeelaan als in de zijstraten. De brede voetpaden wordt beperkt met hindernissen en plaatselijke accenten met bomen en met multipalen. De multipalen voorzien sfeerverlichting, geluid, kerstverlichting en stopcontacten voor de marktkramers. Ik vind dat meer zo echt een winkelstraat geworden is, waar de mensen meer kunnen kuieren, meer plaats hebben om rond te lopen. Eigenlijk is dat hier, zijn we goed geïnformeerd geweest en is eigenlijk alles heel vlot verlopen. Er is een serieuze inspanning geweest van de aannemer ook uit om telkens elk weekend de toegankelijkheid maximaal te vrijwaren. De gemeente is heel tevreden dat net zoals de kerstvakantie en de paasvakantie de Zeelaan terug is open kunnen gesteld worden voor het verkeer. Waarbij dus dat de volledige toegankelijkheid was. Daarnaast moeten we enkel nog de zijstraten aanwerken, de droogte van de rotonde en wat straatmeubilair plaatsen. De einde van de werken zijn voorzien op 27 mei en de opening is voorzien op 4 juni. En op die opening in de nieuw aangelegde straten zul je hier en daar ook een saxofoon zien opduiken. Dat heeft alles te maken met een samenwerkingsproject met de stad Dinant. Het is zo dat er 15 saxofoons zullen opgesteld worden in de Zeelaan. Maar er wordt ook een heel mooie saxofoon aangekleed en gemaakt door onze eigen gemeentelijke diensten. En onder de noemer Saxi Kokzijde, een straat waar muziek in zit, zullen we dus vanaf 4 juni met de opening van de Zeelaan het project starten met heel wat animatie en muziek. En ook tijdens de maanden juli en augustus zal er wekelijks op zaterdag een saxbandje of een jazzorkestje spelen. Tot slot geef ik nog mee dat de wekelijkse vrijdagsmarkt vanaf juni hier ook in de Zeelaan terugkeert. En dat was het voor ons voor vandaag. Graag tot volgende week.